Jij het niet hoofddirecteur. Oh, oké, okay, welkom bij een nieuwe serie. Lekker. Borderlands 2. Ja, Harm en ik zijn er veel mee bezig met Steam. Waarom doet Bram niet mee? Bram heeft moeite met andere dingen. Ja, zoiets. Ik heb ook geen idee. Het is een shooter RPG game. Ja. Dus voor mij het shooting range geval zit erin. Dus dat maakt het wat chill. En van jullie het RPG element wat ik chill vind. Ja, want anders was het zo van, ja Harm, mooi niet. Maar heel simpel, de false opening trigger the growth of Iridium. Eradicate, en dan gooi je dan Iium erachteraan. Iridium. Klappen voor de goede naam? Nee? Oké. Okay. Rip. Deun. Een H. De ultrabal. Ja toch. Want, weet je het van? Op de ultrabal, is dat een U of een H wat geel is? Ja, want in Japan heet het Hyperball. Meen je die? Ja. Super Potion, Hyper Potion, Great Ball, Hyperball. Dus ja. Dat was gewoon de haarachtig. Nou, dit was... Dat was niet de originele crew van Borderlands. Dat is de originele crew van Borderlands. En dit is van Borderlands 2. De Vault Hunters. Ja, want als één Vault al heel veel ding kan brengen, wat zou dan meerdere Vaults kunnen doen? Wacht, Vault? Ja. Fallout? Ja, Fallout, ja. Neemt Handsome Jack. Zo handsome is hij niet, want hij is eigenlijk deels robot. Vault Hunters. Dat is een Vault Hunter, wat daar ligt. Ja, deze game is heel artsy. Ja, wat dat klopt. Dat is zeker waar. Maar ja, over deze let's play of serie gaan we een beetje gaan aanpakken. Simpel. We doen alle quest, we doen alles wat we tegenkomen. Wordt 100%? Nee. Auw. Dat moet pijn hebben gedaan. Ja. Hey, huppakee. Ah, zo gemakkelijk. Nou, ik weet niet, misschien is de buitenkant compleet van staal gemaakt. Boing. Knockout. Maar ja, we zijn met z'n tweeën en er zijn heel veel karakters waar je het kan kiezen, dus ja. Zet nu alvast in de comments neer wat jullie denken dat onze karakters zijn. Dat gaat echt niemand doen. Nou, je weet maar nooit. Ik dacht dat we ooit nog meer reacties zouden krijgen met first. Maar ja, afgelopen week hebben we ook weer een first comment gekregen, dus ja. Wauw. Schakel die dingen... Jezus Christus, wat dom. Dat is toch cartoon logic. De hype train is real. De monorail is real, ja. Borderlands 2. Waarom gaan we 1 niet doen, Jordi? Waarom gaan we 1 niet doen? Jij en ik hebben bij de 2. Ja, daarom. Game of the Year Edition, je weet het zelf. Daarom. To your doom. Ah, lelijke kratten. Oké, okay. Meneer heeft een turret. Jammer genoeg is dat niet in-game, want die turret kan niet zweven. Zo, wat is dat lekker. Tenminste, de framerate is gewoon verrot. Axton as the commando. En wie heb je hier? Dit is... Maria? Maya. Maya, dat is de siren. Meneer met de pleister op de neus. Dat is het leef. Salvador. Laat dit gewoon zijn biermerk, man. Salvador. Tequila bier. Ja, toch. Ooit tequila bier gehad? Nee. Dat smaakt wel. Bullshit, hij is onzichtbaar. Niet ontastbaar. Godverdomme, de ripper van Call of Duty Black Ops 3 wel. Zero. As a number. Of als een digitaal cijfer, of als een deel van de matrix. Kan ook nog. Zij toch, Handsome Jack is een robot? But you're not.
Boom. Rip turn. Letterlijk, rip turn. Ja. Heel mooi. De trein is geëxplodeerd en we zijn nu op de Noordpool. Ja, ik wil graag dit character kiezen, ja. I'm ready. Je hebt 2 minuten. Succes. Ja, blijkbaar heeft hij niet mijn ding bewaard wat ik wel graag wilde. Ach, zo aangepast. Zo. Oké. 2, 1. Welkom bij Borderlands 2. Waiting on other players. Ja, heerlijk. Nou, daar word je goed wakker van. Even al tabben, want ik wil graag wel wat te luisteren hebben. Nog niet althans, nog niet. Deze persoon is annoying. En die is een beetje ook. Je hebt een hoed. Godverdomme. Waarom heb jij een hoed? Waarom ben jij een vrouw? Why not? Zelfs antwoord voor jou voor je hoed? Oh, Ik druk op tap, maar er gebeurt niks. Gewoon even wachten. Maar elkaar praten tegen jou, die flikker. Maar ja, je kan oneindig sprinten in deze game. Je bent je muis, je kijkt weer rond en het is gewoon een shooter RPG. Het is zo grappig om te zien. Daarom. We hadden dit al een keer eerder opgenomen, maar die footage hebben we uiteindelijk verwijderd. Dat is gewoon verwijderd. Ja, dus we geven dat maar als reden. Oké, je moet even op I drukken. Ik druk de mogelijk op inventory. Heb je het ook gehad? Nou, even lukt het om net te reselecten en look for its entrance, bla bla bla. Ik heb automatische sniper. Ik heb ook meteen kunst, dat weet ik niet waarom. Bla bla bla. Het klept op is toch bezig met dingen. Ja, daar weet jij alles van, hè, Claptrap? Zo. Toegeven, als het om mij had gelegen, ik had ook dit ding al lang in de fik gesteken, maar ja. Welcome to the Star Carnival. Ja. Wie weet dat uit welk game dat komt, die vind ik episch. Ja, ja. Ik kom. Maar ja, als ooit Bram mee wil doen, kan Bram meedoen, maar zelfs als Dungeon Defenders 2. Als hij niet gewoon is geweest, hoppakee. Dan gaan we ook gewoon rustig door zonder hem. Anywho, of anyhow? Anywho is voornamelijk slang. Hi. Hey, Machamp, ik weet niet of dat je ook in deze game zat. Snap je. Machamp heeft een... Mijn A? Mijn A? Ja, mijn A. Je weet niet, maar... Boobie Mons zijn tandarts in deze game. Hij moet zelfs zijn mond open doen. Aha, oké. Okay. My first gun. Collect reward. Accept. Heb je al volledig leven? Ja, natuurlijk. Ik nog niet. Hier liggen 2 dingen. Welke dingen? Wacht even hier. Ah, ja, joh. Kom op, Claptrap, met de bonen. Maar ja, wanneer het gaat om wapens? Harm, wat is jouw preferentie wanneer het gaat om wapens? Wat bedoel je? Assault rifles, etcetera. Ja. Dat verschilt echt. Geef mij maar lekker een Augie of een AK-47. Ja, of een okay. Of een Ripper. Ja. Als je weet wat een Ripper is. Nee, sorry, ik weet niet wat een Ripper is. Call of Duty... termen. Eigenlijk een wapen dat je als wapentjes 2 verschillende soorten wapens kan gebruiken. Ah, oké.
Ja, nou ja, mijn preferenties zijn de revolvers, one-handed shotguns, dual wielding en een sniper. Ik heb een sniper. Maar ja, we zijn er een beetje doorheen aan het rushen, vind je niet? Zo doorheen aan het rushen. Wat wil je uitleggen? Oké, Claptrap is ook verloren, wij moeten het ook terughalen. Zo, ingehaald. Oh ja, en Claptrap is annoying. Story genoeg? Ja. Dit is het begin van de game, net zoals Pokémon. Je gaat het toch niet uitleggen. De eerste 10 minuten skip je toch ook in Pokémon door? Ga je toch ook niet een beetje lullen? Dat klopt. Ga je toch ook niet zeggen over, ja, professor ook haar was eerst bruin en toen werd het grijs. Nee. Nee, heeft tegen jou, niet tegen mij. Ik ben geen squire. Dank u. Dank u. En reload. Ja, voor de rest. Gewoon dingen shooten. Gewoon klooien. Ham kan denk ik het meeste ik denk het meeste fun out uit shooting. Ik ga meestal halen uit de RPG, want ik vind gewoon RPG's leuk. Schiet op, Claptrap. Echt waar. Claptrap is gewoon traag. Daar kan Heen ook niks aan doen. Dat is gewoon een traag beest. Ja, de volgende. Niet elke item pakken, alsjeblieft. Want ik pak niet elk item. Bijna elk item. Oh, je hebt geen fall damage in deze game, dus dat vind ik persoonlijk wel heel fijn. Zo. There we go. Maar ja, moeten we overgaan over een beetje over de controls? V is melee. R is reloaden. E is dingen openmaken. Quick scope! Ah, jammer. Eigenlijk mis je persoon voor. Ik tik jouw rug, jij tikt mijn rug. En we hebben eigenlijk iemand nodig die ons van een afstandje helpt, maar ja. Daarvoor hebben we eigenlijk mensen tekort. Ja, klopt. Even kijken. Oh ja, moet de Claptrap even uit de grond halen. Ga jij het doen of zal ik het doen? Ja, ik maar. Ja, is goed. Ik heb nog wel wat ammo. Mag ik even wat ammo grabben? Ja, de reden waarom we ook een beetje gaan kijken naar verschillende wapens voor iedere. Voor ons is dat we altijd toch ammo overhouden. Want ammo ga je nog haten in deze game. Haten? Dat zo weinig haten, is. Gewoon, ja, haten. Dat je zo weinig van hebt aan het begin. Kijk, dat is heel leuk. Nee, sorry, handsome deck, dat is heel leuk. Maar het probleem is, kijk, wij zijn met z'n tweeën. We hebben twee pistolen. Je hebt geen pistool. Dus hoe moet je ons killen? Dat vind ik een hele goede vraag. Je loopt in met de rijen. Oh, dus we zijn eens in de buurt van het oog. Oké, okay, we gaan het sniperarm. Eerste boss battle van de game. Het sleet. Knuckle Dragger. This is gonna hurt. Nee hoor, zolang ik niet door de auto wordt geraakt. Leuk beestje. Hij is level 1. Oh ja, dit is de game heeft ook levels. Anders is het geen RPG, hè? Ik ben hem gewoon aan het snipen. Dan ga ik rustig gang, hoor. Wolf swingt dus. Voor mensen die geen Claptrap kunnen. Dat is gewoon niks meer dan. Ze komen ergens vandaan. Gaat er naar de muur. Deze reload vind ik niet echt fijn. Ik kan niet wachten op de volgende gun. Snap je. De beginstuff is niet slecht. Duurt wel lang. Kom op. Hey, Knuckle. Kom je? Oh, je hebt hem al gekild. Ik had hem al gesniped. Ik ben al level 2. Jij niet dan? Ja, ik ben ook level 2. Oké, nice. Elon C, oké. Okay. Switch weapons using the mouse wheel down mouse wheel. Dat vind ik persoonlijk wel heel fijn om te hebben. Even. Wisselen voor wapens. Zo, ik heb gewoon een preferentie voor de simpele revolvers.
Even kijken wat het eerste wapen zo meteen is. Ben benieuwd. Ja. Wat vind je van mijn klein pistooltje? Ah, die heb ik ook. Heb je zelf in de spiegel gezien, man? Ja. Lijkt me een raar combinatie tussen een eerste klas Amerikaan met de snor van een Brit en het lichaam van een Mexicaan. En die houdt van gele pistolen. Ja, toch. Heel raar. Ja, ja, ja. Long Way to Sanctuary, dat valt op zich wel mee. Het langste gedeelte is gewoon doorkomen. Nou, shotgun! Shotgun, wil jij? Nee, jij mag hem, want ik kan niet met shotguns omgaan. Oké, neem ik de shotguns. Die gaat ook nog wat stuk bovenop, hè? Oeh! Nu zie ik ook dat de wapens verschillen, want ik krijg altijd andere shit. De Buccaneers rifle. En nu heb ik een level long rifle. Dank u. Nou, ligt nog iets of gewoon doorgaan naar de volgende? We gaan door. Dank u. The Revel. Waarschijnlijk wordt dit de volgende aflevering. We zijn hier een beetje kort. Nee, 16 minuten. Maar vind je van dat item? Heb je ook een rood pistool? Rood met blauwe vlekken? Of had jij een andere? Ik had een handgun, maar welke weet ik niet. Ik had een soort van Tommy gun, zag me gaaf uit. Ik had dat vierkant ding niet zo. Hey, die H heb ik weer in de lucht. Wee! Kan ik het? Nee, ik kan geen flip doen. Ah, het is wel one shot per keer, dat vind ik. Ik ben zo aan het killen vanaf boven of de berg. Ja? Hoppakee. De muziek in deze game is wel prima, vind ik. Hop, één kill. Oké, ik heb geen probleem met shotguns, maar dan moet ze wel iets meer dan. Moet ik wel vaker dan één kogel kunnen schieten. Oh, dat zijn ze wel goed, vet een ding, hè? Even kijken, wat ik heb hier. Oeh. Heb ook even een gearbox scalpine, ook even sniper. Op het moment dat ik in het begin hebben Ham en ik toch dezelfde wapens in opzicht. Ja, daarom. Hoppakee. Challenge complete. We zijn bijna level 3 ondertussen. Ja, ik ook bijna. Hey, claptraps, schiet nog op, we willen graag de gate in. Kom op, ja, kom op, Hammerlock, houd je mee. Hammerlock heeft gewoon heel veel puppies gekillt in zijn jongere jaren. Oh nee, Bully Monks, oh nee, wat een drama. Zo. Daar heb ik hem. En wanneer haal hem level 5? Allemaal ik level 5 zijn, gaan we een beetje uitleggen over de verschillende classes in deze game. Yep. In het huidige ding maakt het niet zo heel veel uit wat je hebt. Want kaffers schroop je toch al niet. En veel samenwerken doen we toch uit de moment niet, want we hebben toch niet echt veel verschil. Daarom, het is echt een verschil tot iets level 3. Ah, ik heb letterlijk, ja, level 3. Missen net letterlijk 1 experience points. Ik denk dat hij uit Texas komt, wat denk jij? Huh? Wat denk ik, komt hij ook uit Texas? Komt hij uit Texas? Zou best kunnen. Bandit Flint. Come to my shack. Come to my mooie shack. Hij ziet er niet slecht uit, hij heeft een uitkijktoren, zit een paar trashjes bovenop. Ja, Claptrap, ga maar eerst. Waarom kan ik hem niet schieten?
Nou ja, Friendly Fire staat uit. Gelukkig maar. Op zich wel goed, want anders zou ik Home Constant niet schieten. Nou, moet je me niet aansteken met jouw elektriciteit. Ik weet, je hebt een hele magnetische aantrekkelijkheid, maar die hoef ik niet te zien. Yep. Of robot, het of enige mens. Wat hij zei, met zijn hart zou iets meer schuin naar voren moeten halen, was gewoon een Hitlergroet, klaar. Heeft hij al gedaan. Hij heeft wel mooi gebit. Als je dan even je deur openmaakt. Oh, dat goed. Zo, mooi. Ja, het was goed, is dat jij had jij het oog. Dus ik ga looten. Ja, je kan ook merken dat Ham en ik dit beginstuk heel vaak hebben gedaan, want we doen alles al een beetje zo van ja. Precies zo lopen, precies zo doen, precies dat doen. Shop, zullen we kijken. Ik ga eerst MFM wel kopen als je het niet erg vindt.